Flevoland kiest. Ja, we zitten de op... lijsttrekker. Oh, elke keer ga ik door haar heen. Arme Carolien. Sorry Carolien. Ja, we zitten pakweg een maand voor de Statenverkiezingen. De komende weken komen nog heel wat lijsttrekkers in onze uitzendingen voorbij. Ja, de SP heeft afgelopen weekend de aftrap gegeven voor de verkiezingscampagne. De Flevolandse lijsttrekker is John Cocu uit Almere. Welkom. Is het eigenlijk John of John? Wat... John oh, het is John, de John ja. moet ik ja. zeggen. John. Okay. Ja. Uh, ja, van harte welkom. Ja. Fijn dat ja. u er bent. Ja, uh, laten we even beginnen met uh, de aanloop naar de campagne bij de SP Flevoland. Want er was wat uh, gerommel uh, intern. De huidige fractievoorzitter uh, Maaike Muller, die uh, ook lijsttrekker wilde worden... die zei al meer deze week dat ze onder invloed van uh, de eerste partijafdeling aan de kant is geschoven... En ze beweerde eigenlijk dat u ook liever haar als lijsttrekker had gezien. Is dat zo? Nou, bent u lijsttrekker tegen Willem Dank? Eh, ik vind het allemaal een storm in een glas water. Het is... Uh, je meldt je aan voor, voor de lijst en uh, dat is het. En als je wel of niet uh, op een democratische wijze gekozen wordt, het zij zo. Maar nog even haar bewering, hè? Dat, 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 dat ze, uh, uh, Maaike Muller, uh, zegt... Sean uh, Coecu had ook liever mij als lijsttrekker gehad dan dat hij het zelf was geworden. De, 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 in de eerste instantie geef je je op op de lijst en je hoopt dat je, dat je meegaat als uh, met vier jaar in de Staten. Dus u wilde nee, gewoon zelf lijsttrekker worden? <laughs> nee hoor, nee, beslist niet. Nee. Nee, maar bent u het nee, dan nee, toch nee, nee. wel? Ik ben, ik ben door de, de afdelingen voorgedragen als uh, lijsttrekker en daar, uh, daar, nou, daar uh, stem ik dan maar in. Ja, uh, vindt u het wel leuk? In de Staten? Nee, uh, als, dat u nu lijsttrekker bent? Mm, ja. Ja? Ik vind het uh, steeds leuker worden. Ja, het is een beetje wennen of zo? Ja, het is, uh, de, de, normaal ben je op de achtergrond, nummer twee, je probeert iedereen te helpen. En nu word je geholpen, dus... Ja, je ja. Ja, moet zich een beetje op het schild laten hijsen. Dat is het een beetje. Ik denk het wel. Ik denk na twintig jaar uh, in politiek, hè, want je, gaat toch, uh, je begint, je schrijft je in als een keer als lid. En je gaat bij een afdeling uh, aan de gang. En dan ben je bezig met politiek, maar je bent je niet bewust dat je ook... In de, in, de, in de picture bent en nu helemaal in de picture. Ja, dus eigenlijk voelt u zich nog gewoon John, die toevallig dan zo'n lijsttrekker geworden is. Uh, ja, 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 ja. Laten we even kijken naar de ambities van de SP hier in Flevoland. Eerst even de ambities op het gebied van uh, ja, de, 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 de positie, de sterkte van de partij. Want vier jaar geleden was er een behoorlijke nederlaag. Hè? Toen ging SP terug van vijf naar twee zetels. Zit het erin om dat terrein weer terug te winnen? Uh, we winnen altijd. Uh, we gaan niet omlaag. De, je ziet het aan de gemeenteraadsverkiezingen in, uh, in Almere een zetel erbij. Dus we zijn alleen maar aan het winnen. We gaan, uh, gaan wel weer bergopwaarts. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Zullen we dat zien? Ja, uh, uw verkiezingsprogramma heet Voor een menswaardig Flevoland. Ja. ja waar, waar zit dat menswaardig in? Uh, dat we voor de mensen zijn. Uh, de mensen moet, uh, er moet meer voor mensen gedaan worden. Uh, niet alleen maar voor. In het algemeen, maar de, de woningen, de zorg, energie. Het is allemaal voor de mensen. Yeah. En de mensen moeten ook een menswaardig bestaan hebben. En die moeten niet hun geld alleen maar aan, aan energie uitgeven. Dat helemaal niet nodig is. Ja, yeah. want laten we daar eens naar kijken dan. Hoe menswaardig is het op dit moment dan in Flevoland? Ik denk dat de energiearmoede groot is. Heel groot. En uh, het is buiten, uh, buiten de. Uh, de uh, Ja. Ja, het is, het is, het is, ja, die energie mens, de, 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 de energiearmoede is niet menswaardig. laat, nee. laat ik het daar maar op houden. Nee. Wat voor verhalen hoort u zo al in de provincie? Uh, mensen die het niet kunnen betalen. In mijn straat zijn het uh, geloof ik twee uh, grote gezinnen. En die uh, hebben het heel moeilijk om om rond te komen. Ja. Dat emotioneert u zelfs, volgens mij, als u het daarover hebt. Ik heb, ben altijd, altijd bezorgd over mensen. Je, je moet mensen helpen. Ik, ik heb dat van het begin af aan bij de SP altijd gedaan. Mensen met uh, huurproblemen, mensen met uh, schimmelproblemen. Daar, daar ga je voor. Daar ga je actie voor voeren. Maar mag, je kan, kan je daar voor? in Provinciale Staten veel aan doen, eigenlijk? Ja, ik denk dat, uh, dat provinciaal staat uh, op het vlak van wonen sowieso de regie moet nemen. Van, uh, wij moeten zorgen dat wij uh, voor elke twee woningen die we neerzetten, eentje voor de lage inkomen zijn en eentje voor de wat dure. Uh, maar goed, er zijn vaak segmenten. toch gemeenten die uiteindelijk dat soort uh, ja, uh, verdelingen bepalen. De, de provincie heeft van de uh, Rijksoverheid de, de opdracht gekregen om de regie te nemen voor... 130.000 woningen willen we uiteindelijk in, uh, in heel Flevoland erbij. Dus daar moet wel een regierrol uh, zijn voor de, voor de provinciale staten. En dan wil de SP ook een vinger in de pap hebben: dat er meer, zeker al 50% uh, sociale woningbouw gepleegd wordt hier ja. in Flevoland. Uh, ik kan me zo voorstellen dat daar nu toch ook wel wat meer oren naar is in deze tijd van woningnood. En dat we zien dat vooral, ja, dat je, ik geloof in Almere, misschien wel bijna tien jaar op een woning moet wachten. Half jaar een, is zelf. Ja, betaalbare ja. woning in Lelystad toch ook wel bijna zeven jaar. Um, ja, wat, uh, uh, u zegt van, nou ja, daar kun je op sturen als uh, pro, uh, provincie. Um, maar wat, wat zou je nou concreet kunnen doen? Stel, u kunt een gedeputeerde wonen die wonen in zijn portefeuille heeft. Wat, wat, wat is het eerste wat hij moet doen? Eerst eh, voor de mensen die geen woning hebben en voor starters, voor ouderen, eh, mensen die in een grote woning wonen en eh, eh, graag willen naar een, een goedkopere, eh, kleinere woning, dan, daar moet je voor gaan bouwen. De, en dan de rest, die komt, eh, dat komt later wel, die, die kunnen zich nog wel behappen. En voor, eh, ik denk, eh, grondgebonden eengezinswoningen, voor eh, mensen die willen starten met, met kinderen dat je daar ook voor moet bouwen. Ja, waar de SP zich ook altijd sterk voor maakt, dat is het openbaar vervoer, hè? bereikbaarheid ook van alle, zeg maar, elke, elk dorp in Flevoland. Uh, en dan zegt u er ook nog bij: er moet ook nog voor lagere prijzen dan ja, nu. Ja, zeker. Dat... Uh, maar waar komt die rekening dan terecht? Die rekening komt uiterlijk bij, bij iedereen terecht. We moeten allemaal belasting betalen, dus daar ook moeten we belasting voor betalen. En dan gaat dat dan weer maar... de provincie. De provincie past dat bij. Uh, ja, ja, uiteindelijk wel. Ja, ja. We krijgen natuurlijk een. Uh, de provincie krijgt een deel geld van de, de Rijksoverheid en een deel van hun uh, de, de, de eigen budget. Ja, de, de opcenten zijn dat, hè, de motorrijtuigenbelasting. Maar dat betekent dat dat die eventueel omhoog zouden moeten gaan of oh, moet dan ja, echt... waarom? ja, Het is alleen maar beter voor, de, voor het milieu. <laughs> dat, die, ja. dat die motorrijtuigenbelasting omhoog ja, gaat? Ja, dat er minder gereden wordt. Laten mensen maar met de auto gaan in plaats van met de. Ja. Met de bus gaan in plaats met de auto's, sorry. Ja, nou, dit zijn allemaal dingen waar uh, u voor, voor bent. En waar u voor, weet je, voor woningen, voor, voor beter openbaar voor. Laten we ook even nu kijken naar iets wat, uh, wat tegen is. Wat niet helemaal zo vanzelfsprekend was. Want uh, Lelystad Airport, SP Flevoland wil dat niet langer openstellen voor commerciële luchtvaart. Maar moet gewoon weer een regionaal vliegveld worden. Ja, daar dachten jullie lange tijd toch anders over. Waarom die ommezwaai? Nou, dan heeft u dus uh, het, het gerommel in de SP. Ja, er zijn er wel eens meningsverschillen. En uh, ik denk dat het in Lelystad uh, economische redenen waren. En, maar ik, ben, uh, ik heb zelf op uh, Schiphol gewerkt en ik weet gewoon bijna zeker dat, dat daar door een. een uh een vliegveld uh, te starten hier in de Lelystad, er niet ontzettend veel banen op het vliegveld bijkomen. Misschien toeleveringsbedrijven wel, maar dan houdt het ook echt op. Het is niet, uh, we gaan er 37.000 van Schiphol hier krijgen. Ja, dus eigenlijk de provinciale SP is van inzicht veranderd wat dat betreft. Ja, ja, ja. 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 Um, nog even één kort punt. Um, traditioneel is SP ook echt een pleitbezorger van uh, goede gezondheidszorg dichtbij. Um, dat geldt zeker voor de ziekenhuizen. Wat wilt u nog toevoegen aan de huidige gezondheidszorg die we hebben hier in Flevoland? Toevoegen, uh, we, moeten, we moeten zeker naar uh, twee uh, ziekenhuizen in, uh, in, in, uh, in de polder hier. Zeker eentje, eentje in het Noordoostpolder. Ja, maar goed, daar heb je natuurlijk Antonius vanuit Sneek. Is dat niet voldoende? Nee, nee, dat is niet voldoende. De aanrijdtijden bijvoorbeeld voor de Eerste Hulp en zo, voor het ziekenhuis, dat is allemaal. En, en de reizen van de mensen die in, in het zuiden van de noord wonen. En dan naar het naar, naar, naar noorden toe moeten. Dat is veel. Nou, je wilt gewoon weer spoedeisende hulp hier uh, in, ja, de, in de regio. Ja, ja, ja. Ja, terwijl het eigenlijk nog laatst nog verder uitgekleed is. Hè, ja, dan dat is het niet goed. Nee. We moeten meer zorg en niet minder zorg. Ja. Oké, okay, meer woningen. Uh, hoor ik al? Uh, Beter betalen. Uh, ja, laatst was u ook hier uh, in, in, bij Omroep Levenland. toen ging het over energie. Energie, hè? ja. ja dat, dat toch... WVO-energie, ja. ja. Dat is een van de manieren om te proberen om de energiearmoede te bestrijden. Ja. Weer terug naar ons, onze energiemaatschappij. Ja. Het, het is twintig jaar geleden al, al van ons geweest. We hebben het verkocht. We halen het weer terug, gewoon terug, weer van ons samen. Oké, en dan sluiten jullie af met de ziekenhuiszorg ook weer dichterbij. Hartelijk dank voor deze korte toelichting. John Cocu, moet ik zeggen natuurlijk, van de SP. Bedankt.